De kengetallen, die ziet u hier staan. 33 vestigingen, 8 verschillende dealerschappen. Ruim 11.000 nieuwe auto's verkocht in 2021. 22, 13.500. Maar jij meldde daar wel bij, ja, als ze kunnen worden geleverd. Ja. Zie jij iets in die leveringsproblemen? Worden die minder? Of? Nee, heel eerlijk gezegd zie ik nog niet heel veel verbetering in de levering van nieuwe auto's. Nee. Als ik naar onszelf kijk, iedere week hebben we eigenlijk nog altijd de orderintake is hoger dan wat we afleveren. Dus je voorraad, of tenminste de af te leveren auto's, die groeien nog steeds. Dit jaar verwacht je 11.000 occasions te gaan verkopen. We hoorden het net al even aan het begin, dat op dit moment die verkopen van occasions wel omlaag gaan. Verwacht jij dat die weer aantrekken? Of? Ja, ik lees het uiteraard ook dat de occasionverkoop daalt. Als ik naar onze eigen occasionverkoop kijk, zie ik eigenlijk dat die redelijk stabiel is. Dat die eigenlijk bijna iedere maand binnen de 5-6% zit. Dus wat dat betreft zie ik bij ons niet zozeer een daling. Komt ook omdat we gewoon meer auto's hebben staan. Heel even naar 2020. Coronacrisis. Ja. Hoe hebben jullie dat, als je kijkt, er zijn ook heel veel dingen gebeurd, maar als je kijkt naar jullie occasionbeleid en occasionstrategie. Wat hebben jullie gedaan? Welke stappen hebben jullie gezet? Ik denk dat we allemaal 15 maart 2020 goed kunnen herinneren. Hè. Toen, volgens mij begon toen de lockdown in Nederland. In eerste instantie denk ik overal toch wel een vorm van paniek. Ook bij ons. De klantvraag viel eigenlijk weg. Nieuwe verkoop van nieuwe auto's die kwam tot stilstand. En dan zit je eigenlijk te kijken en dan nu. En op een gegeven moment, ik moet er vanaf blijven, het was of 31 maart of een van de eerste dagen in april. Pieter Dekkers is bij ons, dus de centrale occasion manager. Daar had ik gesprek mee. Ik zeg één ding, Pieter, wij gaan gewoon inkopen. Maximaal. Dus wij hebben op dat moment, en dan praat ik dus 2 weken na de lockdown, hebben we eigenlijk maximaal ingekocht bij met name de rentalmaatschappijen in Zuid-Europa. Al die auto's stonden stil. We hebben ze in eerste instantie een oneerbaar voorstel gedaan, vonden ze zelf. Maar uiteindelijk hebben we dus tegen hele goede prijzen veel auto's gekregen. En die kwamen eigenlijk allemaal in juni, juli, augustus binnen. Dus op dat moment was dat eigenlijk voor jezelf, voor de hele inspiratie binnen de organisatie, belangrijk dat we gewoon wat hadden, wat we ook konden leveren en wat we in de markt konden zetten. En dat ging eigenlijk heel goed. Tegelijkertijd, Q2, of tenminste eind Q2, trok de markt ook aan. Dus dat was precies het goede moment. Ja. Maar was dat ook een redelijk logische inschatting dat dat zou gaan gebeuren? Of? Uiteindelijk is natuurlijk zaken doen heel vaak onderbuikgevoel. En je hebt het gevoel dat je juist met occasions kun je sneller de markt beïnvloeden dan met nieuwe auto's, omdat je daarbij afhankelijk bent van andere partijen. Ja. En met occasions heb je, als dealerorganisaties zijn wij natuurlijk, kunnen wij ons mede onderscheiden met occasions en after sales. Dat hebben we zelf in de handen. Die nieuw verkoop is eigenlijk het gevolg van wat een fabrikant produceert en de tekenaars van de fabrikant. En natuurlijk probeer je zo goed mogelijk te doen. Maar occasions, after sales, heb je meer invloed op. Ja, merk je ook dat het gewoon belangrijker wordt dus ook voor je als organisatie? Ook omdat je toch ziet dat veel importeurs / fabrikanten naar een ander verkoopmodel toe willen? Nou, niet alleen vanwege het verkoopmodel. Ik denk dat vanuit het rendement zijn occasions belangrijk, maar ook weer voor de voeding van je after sales. Dus ik denk dat de professionalisering die met occasions heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren enorm groot is. En dat geldt ook binnen onze organisatie. Wij hebben veel meer nadruk gelegd op occasions. Ja. En daardoor zijn we ook serieus gegroeid in het aantal occasions. Maar die groei is er nog lang niet uit, wat mij betreft. Ja. Laat ik zo zeggen, wij zijn een familiebedrijf. We zijn een hele platte organisatie. En wij proberen eigenlijk op alle niveaus de mogelijkheid te geven tot de bijkoop. Dus Pieter Dekkers, wat ik net al aangaf, die is centraal occasion manager. Die doet eigenlijk de grote deals in het buitenland. We hebben per merk een occasion coördinator. Die verzorgt eigenlijk binnen het merk de occasions en ook de bijkoop daarvan. He, dus, en dat zijn dan weer andere kanalen. Maar ook een vestigingsmanager koopt gewoon zijn auto's bij.
Dus we proberen eigenlijk lokaal, nationaal en internationaal auto's bij te kopen. En ja, het is niet zo dat iemand bij ons voor iedere auto die ze bijkopen, of voor 10 of 20 auto's, dat ze alleen maar overal toestemmingen en allerlei vinkjes moeten zetten. Ja, waarom is dat niet in handen van 2 of 3 mensen? Uiteindelijk geeft Pieter voor de grotere deals toestemming en de rest is gewoon... uiteindelijk wil je handelsgeest in je bedrijf. En ik denk dat dat het ook leuk maakt om voor een bedrijf te werken wat handelsgeest heeft. En ik denk dat er ook heel wat organisaties zijn die daarin wat strakker georganiseerd zijn en minder vrijheden geven. En wij proberen juist de vrijheid te omarmen. En dan heb je er ook wel eens een misser bij. Nou, dat is dan, ja, dat gebeurt. En hoe ga je daarmee om? Volgens mij maken we allemaal wel eens fouten. Dus uiteraard, kijk, als iemand te veel missers maakt, dat is een ander verhaal. Maar iemand die een keer een fout maakt, kijk, meestal, als je iets niet goed doet, baal je er zelf het hardste van. He, dus dat is iemand, een spits die een strafschop mist, die baalt zelf hard genoeg. Die hoef je niet te vertellen dat hij het heel slecht heeft gedaan. Want Dat weet hij zelf goed genoeg. Alleen hij moet het niet 3 keer achter elkaar doen, want dan mag er een strafschop mee nemen. Nee. Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk met bijkoop. Ja, en je voorkomt daarmee dat het beslismoment te lang duurt. Helemaal in deze toch wel overspannen markt dat de auto al weg is. Snelheid en inderdaad handelsgeest. Ja. Nou ja, wat jij zei is, echt nu sprake van een tijdelijke dip in de markt. We hadden het vanmorgen erover dat er toch wel mensen zien, toch het gevaar van, je hebt nu een relatief dure voorraad staan. De auto's zijn voor veel geld ingekocht. Ja. Maar die prijzen die gaan naar beneden. De occasionverkoop gaat naar beneden. Ja. Dus... daar ben ik het niet mee eens. Ik denk niet dat de prijzen naar beneden gaan. Want de prijzen worden bepaald door het aanbod, de schaarste. En aan de andere kant is er gewoon relatief weinig nieuwe aanvulling. Want we gaan dit jaar 300.000 auto's verkopen, nieuw in Nederland. Die komen over een paar jaar als occasion terug. Vorig jaar was 322, het jaar daarvoor 358 of zoiets. Dus uiteindelijk hebben we al jaren te maken met dat we betrekkelijk weinig nieuwe auto's verkopen. Dus er komen ook minder in de markt. Dus dat veroorzaakt schaarste. En daarnaast is op het ogenblik nieuwe auto's worden bijna per kwartaal duurder. Dus de ruimte aan de bovenkant blijft er ook en wordt alleen maar groter. Dus ik denk dat de komende, het komende jaar gaan occasion prijzen echt niet dalen. Ik zei het ook verkeerd net volgens mij. Ze vlakken wat, de stijging vlakt af. Oké, okay, ja. Maar nog steeds zit de ruimte naar de bovenkant. Ja, maar je ziet wel dat de verkoop op dit moment, of afgelopen periode, die loopt terug. Maar jij zegt dus dat is... Ik denk dat het van tijdelijke aard is. Ja, en waar zit hem dat in? Is dat inderdaad de stijgende energieprijzen, onzekerheid bij consumenten? Ja, ik denk dat er veel consumenten onzeker zijn. Aan de andere kant krijg je nu natuurlijk, er worden nog een heleboel auto's de tweede helft van het jaar afgeleverd. Ook aan particulieren die met prijsstijgingen te maken krijgen van die auto's die binnenkomen. De kans natuurlijk dat daar annuleringen plaatsvinden en dat mensen naar een occasion gaan zoeken, acht ik reëel. Ja. En dat zal wellicht dan de occasionmarkt weer een positieve stimulans geven. Ja. Hoe zijn jullie importkanalen? Voor export zei je al dat ligt bijna stil. Voor ons niet wel. Ja. En de importkanalen, we zitten in met name Zuid-Europa, Spanje, Portugal, Duitsland en steeds meer Denemarken. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk op dit moment de landen waar wij in ieder geval de meeste auto's vandaan komen. Ja, daar hebben jullie zelf een netwerk waarmee je zaken doet. Ja. Waar haal je en dat kan, dat kunnen tussenpersonen zijn, maar het kan ook rechtstreeks met dealers of wat dan ook zijn. Ja. Ja. En buiten het eigen netwerk, welke handelskanalen gebruik je nog meer? Nou, veel autoveilingen. Ja. Daar zijn we uiteraard ook heel actief in. Ja. Uiteindelijk overal waar je eigenlijk auto's vandaan kan halen, probeer je ze vandaan te halen. Als het maar tegen een faire prijs is. En een faire prijs hoeft niet de laagste prijs altijd te zijn, als je maar wel handel hebt. Ik ga even door naar een volgende. Ik zie ze me hier wel staan, maar op die slide niet. Deze zei ja, dit moeten wij even bespreken hier voor dit publiek. Namelijk, jij zegt, occasion portals verliezen aan importantie. Ja. Ik denk dat er best wel wat mensen in de zaal zijn die graag willen dat je dat even toelicht, Jan. Wat wij in ieder geval zien is dat de klant vindt zijn weg om
uiteindelijk die, met name die gebruikte auto te vinden. En daarin is het niet meer noodzakelijk om op alle occasion portals aanwezig te zijn. Sterker nog, ik denk dat de pricing en de prijsstijging die de occasion portals doorvoeren buiten proportie zijn en eigenlijk niet passend zijn in een markt waarin je minder relevant bent. Ik zeg niet dat dat over een jaar of over twee jaar nog steeds deze situatie is, maar op dit moment is een occasion portal minder relevant dan in het verleden. En dus minder noodzakelijk. Wij hebben ook met een aantal occasion portals zijn we gestopt. En dat leidt niet tot minder verkopen. Dus wat dat betreft zijn wij daar niet rouwig om. Nee. En ik denk dat daar eens goed gekeken moet worden. Van, joh, is die pricing eigenlijk wel in orde? Ja. Maar jullie hebben in het verleden dus op zoveel mogelijk occasion portals gestaan. Ja. Hè, om de boot niet te missen, neem ik zo aan. Ja, klopt. Wat je nu dus ziet, dat is niet meer nodig. Namelijk... als je één van de vier of twee van de vijf kiest, is dat voldoende met de kanalen die je verder hebt? En dan moet je zelf ook een goede presence hebben. En uiteraard moet je goed vertegenwoordigd zijn op die portal. Qua foto's, qua beschrijving en dat soort zaken. Ja, maar, dus dat moet tip-top in orde zijn. Ja, maar eigenlijk heeft de branche dat dus zelf ook wel een beetje gecreëerd door op elke occasion portal per se te willen staan, Dat hoeven ze onderling niet meer te concurreren. Ja, nee, dat is, dus ik denk dat daar nu... En dat zou alleen maar goed zijn als daar meer concurrentie ontstaat. En dat leidt meestal tot een beter product tegen een verre prijs. Ja. Hoe lang denk jij dat het duurt, Jan, tot slot, dat de markt weer enigszins stabiliseert? Vind ik een hele moeilijke vraag, want als je dat een jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, nou, dat is nu al wel. Hè, en dat is niet zo, dus ik denk zelf dat de oorlog in Oekraïne, die duurt veel langer dan we hadden gehoopt. En dat lijkt voorlopig ook nog niet over te zijn. Dus ik denk echt dat we nog wel minimaal nog wel een jaar, anderhalf jaar te maken hebben met moeizame leveringen, hoge prijzen. Ik vermoed dat nog wel echt langdurig blijft. Kan wel eens goed nieuws zijn voor de occasions. Ja, dus de verwachting is de nieuwverkoop die eindigt sowieso lager dit jaar. Ja, want die lijkt op 300.000 uit te komen. Precies. Ja. Jij ziet dat die prijzen stabiel blijven, misschien zelfs weer gaan stijgen. Ja. En dat je in ieder geval meer occasions gaat verkopen dan vorig jaar en dat die markt weer omhoog gaat. Ja, ik verwacht dat de markt van occasions echt weer omhoog gaat. Ja. Oké, okay. Duidelijk. Jan, dank je wel. Graag gedaan. Ik wil vragen, zijn er nog vragen aan Jan? Want dan wil ik graag een hartelijk applaus voor jou. Het was een duidelijk verhaal, dat vond ik ook. Ja.